MVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door MVV Maastricht, Veerzien MVV, RTV Maastricht en Keno Media. Hartelijk welkom bij een gloednieuwe aflevering van MVV TV met vandaag Kai Herings. Onze nieuwe aanwens achter in de verdediging die combineert het profvoetbal met een eigen bedrijf. Kai Herings, 30 jaar, verdediger van MVV. Ik heb onder andere gespeeld voor Cambuur, Fortuna Sittard, FC Utrecht, in Oostenrijk bij St. Pölten en in India. Hey Kai. Hey man. Alles goed? Ja, met jou? Ja, ook. Hoe gaat het met je? Dit is de eerste keer MVV TV. Ja, het is de eerste keer. Hoe is het met de spanning voor de camera? Ja, het gaat nog. Het gaat nog net. Gelukkig. Ja, ja. Hoe gaat het zo met je in Maastricht? Ja, leuk. Ik heb het naar mijn zin. Leuke groep. Ja, mooie stad. Dus ik ben blij om hier te zijn. Want je hebt natuurlijk bij Fortuna gevoetbald, hè? Je komt Maastricht natuurlijk. Want, ja, we kwamen vaak natuurlijk hier van de stad genieten. Ja. Ja. Dan kom je dan gewoon lekker toerist uithouden, lekker eten. Een beetje uit eten, ja precies, winkelen. En hoe je nog niet voor MVV speelde, hoe dacht je over de club? Wat vond je van MVV? Nou ja, ik vond het altijd al een mooie club en het was altijd al heel lastig om hier te komen en te spelen. Dus ik ben nu blij dat ik deel van uitmaak. Ja. Hoe is dat gekomen? Hoe ben je op het pad van MVV gekomen of andersom? Hoe is de trainer bij jou gekomen? Ik was heel lang zoekende. Ja. En in de coronatijd was het natuurlijk moeilijk om een club te vinden voor spelers überhaupt. En ik mocht meetrainen voor Ron Elsen hier en uiteindelijk zijn we er snel uitgekomen. Oké, ja. Ervaring zochten ze. Ja, ja klopt. In de verdediging. Ja. Leuk. Hey, ik heb daar wat stoeltjes neergezet. We gaan gewoon even rustig relaxen zitten. Want je hebt nog een bedrijf naast het voetbal. Klopt. Daar wil ik het dadelijk eventjes over hebben. Is goed. Ja? Gaan we doen. Dit is hem, ja. Ja. Dit moet ik gelijk openmaken, maar? Ja, we wachten nog eventjes daarmee. Maar het is inderdaad een zwart koffer. Vertel eens. Er staat een J en een Z op? Ja, of wat is dit? Dit is de gamecase. Ja. En samen met mijn zwagertje ontworpen. Oké. Zes jaar geleden alweer. Ja, het is eigenlijk heel simpel. Het is een koffer met een scherm erin en waar je overal waar je bent kan je gamen. Hm. Dus het is eigenlijk heel simpel. Maar... Ja, dus een scherm, PlayStation 2 controllers en een spel heb je nodig. Precies. Dus je bent ondernemer naast het profvoetballen, samen met je zwager. Eigenlijk wel, ja. Maar we zijn er wel in gerold. Het, het was puur uit hobby is dit ontstaan. Ah, dus het is geen grap. Het is gewoon echt serieus was het idee. Die zijn er wel voor gegaan. Het was een grap en het is serieus geworden. Oké. Ja. En hoe serieus werd het? Ja, het werd heel serieus tot toen de tijd speelde ik bij FC Utrecht. Tot jongens die hem in het team van me kochten. Ja. En uiteindelijk een transfer maakte naar topclubs zoals Feyenoord en noem maar op. Ja. En hem daar ook gewoon meenamen. En toen begon het balletje te rollen. Ja, en welke namen kan je dan bedenken wat dat aangekocht heeft voor de mensen die kijken? Nu? De spelers, wie heeft hem allemaal? Van toen tot nu? De grootste natuurlijk Messi, Aguero. Toen de tijd dat Jens Toornstra die hem meenam, Elia, nu ook Max Verstappen, DJ's, rappers. Ja. Echt. Maar krijg jij dan een berichtje van, hey, ik wil zo eentje en dit is mijn adres en stuur hem even op en je stuurt een tikkie? Of is het gewoon een webshop? Nee, webshop wel. Webshop dus wel, je hebt helemaal geen contact met ze? Jawel, met die klanten wel. Okay. En die hebben we ook via mond-op-mond reclame is dat eigenlijk zo gekomen en zijn we in contact gekomen. En is dat dan Max Verstappen die stuurt jou een appje van, hey Kai, ik heb gehoord dat je dat doet. Kan je hem eentje opsturen of hoe komt zo'n contact tot stand? Max heeft hem eerst gewoon besteld en later wilden jullie meer hebben en toen heeft hij even contact gezocht via de website en via het nummer die daarbij staat om er meerdere te kopen toen de tijd. Oké, ja. Want laten we hem inderdaad open doen. Ja. Wat is het precies? Het is gewoon een koffer. Nou ja, het is wel een grote koffer. Ja, dit is ook de grote versie. Ja. Kijk, en er zit een scherm in met je PlayStation. En je doet, nou nu, iedere bus zit wel stroom, of waar in de trein of waar dan ook. En dan kan je spelen. Ah, oké. Het is eigenlijk heel simpel. Het is een koffer met een scherm erin ingebouwd en je kan al je spullen... Het is redelijk simpel. Dat idee bestond gewoon niet? Nou ja, niet zo op deze manier. Je had een klein schermpje die in je PlayStation toen kon klikken. Ja. Al een paar jaar terug. Maar niet, kijk, ik wilde ook echt een koffer, omdat ik nam vaak mijn PlayStation mee naar een hotel en mijn HDMI-kabel en dat moest dan allemaal los in mijn tas en dat ging weer stuk. Dus ik heb nu zeg maar 2-in-1, dus en je
je PlayStation ligt helemaal veilig en sterk. En als je zegt ondernemen, wat zijn jouw grootste valkuilen geweest dat jij zegt van nou in dat bedrijf, daar hebben we of geld in gestopt, hè? Er komt altijd veel geld bij kijken, er komen klanten bij kijken. Waar is het een keer misgegaan? Wat zijn de valkuilen als ondernemer? Nou, voor ons is het een heel groot risico om in samenwerking te gaan met China. Ja. De televisieschermen, dat was gewoon pure gok. Omdat wij geen tijd hebben om daar fysiek aanwezig te zijn in China. Om daar even tussen het seizoen door kan je niet even naar China reizen en even kijken welk schermpje voor jou het beste is. En het risico zit erin, gewoon bestellen. 1000 schermen bestellen. Ja, precies. En hopen dat er geen steen in zit in de doos. Ja, okay. Maar dat was natuurlijk een groot risico. En ja, we hebben ook veel moeten leren. Hè. We hebben voor het eerst brachten we gewoon de koffertjes aan huis. Ja. Bij de klanten en vervolgens waren er grote aantallen, dus moesten we gaan verzenden. Ja. De eerste keer dachten we van als we hem in een doos dan zitten we oké. Okay. Ja. Vervolgens kwamen de schermen aan, die waren helemaal stuk. Ja? Dat gebeurde bijvoorbeeld bij Chelsea. Okay. Dus dat was wel even krabben op ons achterhoofd van hoe gaan we dit nou doen. Ja. Uiteindelijk hebben we toen goed gemaakt en zijn we met een interland weekend zijn we met z'n tweeën naar Chelsea gegaan om het recht te zetten. Dus, dat had ook wel weer mooie dingen. Mooie momenten. Ja. En dan heb je het wel goed gemaakt. Dat zijn inderdaad. En hoe doe je het nu dan? Verzenden? Hoe gaat dat nu? Ja, nu hebben we ook een samenwerking met een bedrijf die dat allemaal voor ons regelt. Dus het is veel professioneler. Oké. Ja. Ja, bedankt. Ik denk dat de kijkers van NVV TV je nu nog iets beter hebben leren kennen. Ja, hartstikke leuk. Is er nog iets wat je mee wilt geven aan de supporters voor komend seizoen of voor jezelf, wat jouw toekomstplan is binnen NVV? Ik denk wat ze altijd al hebben gedaan, ons steunen. Mm-hmm. Ondanks dat het nu moeilijker is met minder toeschouwers, maar ik denk dat het bij NVV altijd wel goed zit. Ja. En dat hopelijk dat ze dat blijven doen. Ja, oké. Is goed. Dankjewel voor het leuke gesprek. Dankjewel. NVV TV werd mede mogelijk gemaakt door NVV Maastricht, Veerzien NVV, RTV Maastricht en Keno Media.